3, 2, 1, 0! We gebruiken steeds meer grondstoffen op deze aarde. En de aarde is natuurlijk eindig, dus kun je niet oneindig veel grondstoffen blijven gebruiken, tenzij je ze hergebruikt. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, maak er weer iets moois van, iets van hoge kwaliteit. En dat is precies waar Almere nou op inzet. En daarmee zijn ze echt anders dan een aantal andere recyclers die zeggen, nou, we maken er bermpaaltjes van. Het is het eerste in Nederland, het eerste Upcyclecentrum. Het gaat inderdaad om de combinatie van die afval en die ondernemers die er vervolgens weer wat mee doen, hè? Ja, wat heel mooi is aan dit centrum is dat het niet alleen maar gaat om het hergebruik van grondstoffen, maar er ook echt ondernemers zijn die er prachtige producten van maken. Bijvoorbeeld parfum, heb ik net gezien, of schitterende lampen, echt een hele mooie vormgeving. En daarmee wordt die grondstof die eerst afval was, nu eigenlijk meer waard. En dat is natuurlijk helemaal mooi dat we daarheen kunnen. Almere zet heel erg in op het recyclen. Vindt u dat de stad daar een voorloper in is? Almere zet inderdaad ontzettend in op het recyclen van grondstoffen. We willen veel minder afval produceren en die afval ook echt goed hergebruiken. Daarmee zijn ze echt wel een voorbeeld voor andere gemeenten.